Goedendag beste kijkers en welkom bij deze ATV COVID-19 update. Het is alweer de 18e aflevering. In dit programma brengen wij u de informatie, inzichten, maar vooral updates over deze COVID-19 pandemie die vooral de hele wereld en ook Suriname in haar greep heeft. De teller is momenteel op 10 positief geteste COVID-19 gevallen. 1 persoon is jammer genoeg overleden. En 6 zijn gelukkig alweer genezen. Vandaag is onze gast Maggie Smeets. Welkom Maggie. Zij is voorzitter van Stichting Ultimate Purpose. Met haar praten we natuurlijk over de uitdagingen van deze pandemie. Niemand heeft het gezocht, maar het is ons allemaal overkomen. Klopt. Dus daarom vanuit jouw kringen willen we toch wel weten hoe dat daar aan toe gaat. Welkom nogmaals. Dank u wel. Maar eerst een persoonlijke vraag. Mm-hmm. Hoe ga jij ermee om? Zo, eerlijk gezegd is het voor mij, het heeft twee kanten. Aan de ene kant heb ik een heleboel tijd om dingen te doen waar ik normaal nooit aan toe kom. En dat vind ik best wel prettig. Aan de andere kant heb ik wel een gevoel van onrust. Omdat je toch, ja, je weet niet wat er precies gaat gebeuren, je weet niet hoe het verder allemaal zich gaat ontwikkelen. En dat maakt dat ik me wel moeilijk kan focussen, merk ik. En als ik merk dat ik achter die computer zit en niets doe, dan ga ik naar buiten, ga ik op mijn erf, pak ik een tjap, ga ik een bed schoonmaken of een boom snoeien of zo. En dan, dan voel ik me beter. Het is, dat heeft het ook met mij eigenlijk wel gedaan. Ik ben veel meer buiten. Ja. En ik dacht, wie weet wat er allemaal gebeurt. Laat me toch weer een beetje gaan planten. Ja. En dat is, dat is best prettig. Oké, dus je hebt genoeg bezigheden. Ja, absoluut. Oké, dus je werksituatie ook moeten aanpassen natuurlijk. Nee, omdat ik eigenlijk voor dit jaar, 2020, had besloten om niet meer zo hard te werken en meer leuke dingen te doen. Meer bezig te houden met theater en muziek. En aan de ene kant, ja, de lessen zijn natuurlijk allemaal gestopt en daar ben ik nu niet mee bezig. Maar ik ben thuis wel bezig met script schrijven en andere dingen, dus dat valt mee. Oké, mooi, mooi. En ja, thuisblijven is een van de maatregelen. Op Goede Vrijdag is het weer met 2 weken verlengd, die lockdown. En eigenlijk is het om deze COVID-pandemie te beheersen. En voor velen is het niet zo makkelijk. Vind je dat vreemd? Nee, vind ik niet vreemd. Ik ben in de hele luxe situatie dat ik met maar 2 personen in een huis ben en een groot erf heb. Dus als je op elkaar zenuwen begint te werken omdat je veel vaker met elkaar thuis bent dan normaal gesproken, dan kan je naar buiten, je hebt ruimte. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die met heel veel mensen in een heel klein huis zitten, ja, en die ook allerlei bijkomende stress hebben. Ik bedoel, er is geen openbaar vervoer. Er zijn mensen die normaal iedere dag een beetje gaan hosselen om te zorgen dat er 's avonds eten op straat komt. Ik denk op tafel, op tafel natuurlijk. Moet ik die zin herhalen? Dat er, er zijn mensen die iedere dag normaal gesproken op straat gaan om te hosselen om te zorgen dat er eten op tafel komt. Ja. En dat kan nu niet. Ja. Ik denk aan een maat die bami verkoopt op school, toch? Je rekent op de paasvakantie, dat heb je ingecalculeerd. Nu is het ineens een onbepaalde periode waarvan je niet weet hoe je aan je inkomen komt. En daarnaast zijn er natuurlijk sowieso hele akelige huisvestingssituaties. En er zijn situaties waar mensen nu in huis zitten opgesloten met mensen die gevaarlijk voor hun zijn. Ja. Dus het is een heel uitdagende situatie. Het is een hele uitdagende situatie. En ik denk dat we, ja, ik denk dat een crisis als dit eigenlijk een aantal zaken uitvergroot. Ja. Die we al zien, die er al zijn. Maar waarvan je nu ineens bewust wordt van, hey, weet je, als een aantal dingen wegvallen, dan ineens zie je hoe ernstig dat probleem is. Dus eigenlijk voor de regering ook 2 uitdagingen. Want die zaken die ze al lang hadden moeten aanpakken, nu aanpakken en ook die COVID-19 beheersen. Ja, ik denk dat het dilemma is voor de overheid om een balans te vinden tussen de veiligheid qua gezondheidssituatie. Ja. En aan de andere kant de veiligheid, omdat voor een heleboel mensen is hun huis niet een veilige plek.
Precies. Wij gaan ervan uit van oké, thuis ben je veilig. Voor een heleboel kinderen, voor een heleboel vrouwen, voor een heleboel ouderen ook, is thuis geen veilige plek. Er vindt mishandeling plaats, er vindt seksueel misbruik plaats. En het feit dat je nu gedwongen thuis bent, dat er geen school is, dat je niet naar het werk kan, wil zeggen dat je eigenlijk geleverd bent, omdat je niet weg kan. Okay. Op een stukje van huiselijk geweld kom ik straks terug. Okay. Maar nu even dit. Ja, gezien de situatie, wat kunnen ouders het beste doen om hun kinderen bezig te houden? Daar geldt het voor ouders met gezinnen waar ze het, een droomsituatie hebben, een goed huis, waar iedereen ergens kan. En ook, om het zo te noemen, de overvallen huizen. Oké, ik denk dat het belangrijk is dat je, laat me dit heel voorzichtig zeggen voor ik verkeerd begrepen word. Ik denk dat het heel belangrijk is om het onderscheid te maken tussen binnenblijven, en daarmee bedoel je in je huis, of binnenblijven op je erf. Ja. Want ik merk dat sommige mensen zeggen, nee, die kinderen, weet je, moeten binnenblijven. Dat hoeft niet. Weet je, natuurlijk mogen ze op het erf, ze moeten eigenlijk juist op het erf, want bewegen is goed. Frisse lucht is goed. Ja. Toch, het gaat erom dat je niet in contact komt met andere mensen. Ja. Toch, dus dat is sowieso, denk ik. We hebben zoveel leuke spelletjes die je kan doen. Toch? Ik bedoel, hoeveel ouders denken van, hey, eigenlijk is dit een leuk moment om een kind dat normaal op zijn telefoon zit te koekeloeren. Ja, en, toch, een spel van vroeger te leren. Speel Ella, speel Jules, speel Jumper. Weet je, er zijn zoveel dingen genoeg om te doen. En je hebt nu tijd. Ja. Er zijn natuurlijk genoeg binnenspelletjes. Ik weet dat ik loop een beetje vooruit op de zaken met Jacinta Dundas van 123, de kinderen- en jongerentelefoon. En ze zei, mensen bellen ook echt om te vragen, wat moet ik doen met mijn kinderen? En zij hebben ondertussen ook echt al een hele lijst opgesteld van, weet je, leuke dingen die je kan doen met je kinderen. Ja. Je kan natuurlijk ook, als je sowieso een heleboel hebt te doen, kijken in hoeverre kan je kinderen mee laten helpen met karweitjes en kleine dingetjes. Kunnen ze op het erf iets doen? Kunnen ze in huis iets doen? Als je normaal iets maakt, als je een huisvleit doet, kunnen ze ergens mee helpen? Kunnen ze helpen bakken, koken, whatsoever? Dus het zijn allemaal manieren om toch leuk met ze bezig te zijn en het niet te laten voelen als een gevangenis. Ja. Toch? Maar meer als een soort rare verplichte vakantie. Dus het heeft toch zijn positieve zijde. Het kan zijn positieve zijde hebben, natuurlijk. Ja, ik hoor een heleboel mensen die zeggen, wauw, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst zoveel quality time met mijn kinderen heb doorgebracht. Ja. En dat kinderen ook zeggen, mama, eindelijk heb je tijd. Toch? En zit je niet steeds van, ja, maar nu moet ik hier en nu moet ik daar. En weet je, want je bent in een soort hele andere mode. Ja, dus die positieve kant is er zeker. Okay. En ik denk dat we die ook, dat we dat vast moeten houden als we straks, als het leven weer op gang komt, van hé, laten we ook kijken naar die positieve dingen die we hebben herontdekt. Ja. Weet je hoe leuk? Ik zie mensen die zelf brood bakken, mensen die bezig zijn, net wat ik zei, weer gaan planten. Ik heb ook zelf heel lang niet geplant. Ik heb ook echt van die verwaarloosde plantjes gevonden. Weer water gegeven, weer aangehaald en ze doen dus het weer. Dus die zullen vooral blij zijn. Wauw, wat een dankbaarheid, weet je. Ja, ja, ja. En ik zei dat ik terug zou komen op dat stukje van huiselijk geweld. Nu hebben we laatst gehoord dat de hoogste VN-baas toch gewaarschuwd heeft. Omdat deze periode toch wel een bron vormt dat huiselijk geweld weer kan toenemen. Omdat mensen die slachtoffer zijn van seksueel molest of andere vormen van huiselijk geweld, nu thuis moeten blijven en nu geconfronteerd worden met de abuser. Ja. Nu eenmaal 24 uur, nu meer uren. En vroeger konden ze gewoon uit huis gaan. Ja. Hoe gaan we dat? Hoe is het gesteld hier? Ja, nou, de situatie was natuurlijk al heel ernstig. Ik heb een paar cijfers meegenomen om toch even tot mensen door te laten dringen van dat onze situatie van geweld, ik wil het vandaag eigenlijk specifiek over geweld tegen kinderen hebben. Partnergeweld is dezelfde factoren spelen eigenlijk, maar voor kinderen is het nog ernstiger omdat die eigenlijk nog minder de mogelijkheid hebben om, weet je, iemand te bellen, naar ergens te gaan. Om als volwassene heb je toch meer kansen om, weet je, eruit te komen. Een kind kan eigenlijk nergens naartoe. En Julia Terborg van IGSR heeft 6 maart een presentatie gedaan van onderzoek dat zij had gedaan in opdracht van de Nationale Assemblée. En de cijfers die ze daar heeft gepresenteerd zijn eigenlijk tot ons groot verdriet vrij consistent met cijfers die in 2018 ook al zijn gepresenteerd door de UNICEF. En dat is dat
in het gezin, toch? Kinderen, 81% van alle kinderen minstens één vorm van geweld ervaart. En als ik zeg één vorm van geweld, dan moet je het zo zien. We onderscheiden lichamelijk geweld, waar het kind letsel, lichamelijk letsel oploopt, slaan, trappen, ja. Ook vreselijke dingen, branden met het strijkijzer, dus een beetje alle dingen die mensen doen. Er is psychologisch geweld, psychisch geweld, toch? Een kind steeds weer vertellen, je bent dom, je bent lelijk, je bent dik, je deugt van niks. Dus weet je, een kind breken eigenlijk, ja. Geestelijk. Seksueel geweld, seksueel misbruik maken van een kind. En dat kan door volwassenen zijn, maar kan ook door oudere kinderen zijn. Ja. Toch? Broers, neven, noem maar op. En getuigen zijn van geweld van ouders onderling is ook een traumatische factor voor kinderen, vooral voor kleine kinderen. En als je kijkt naar de cijfers, dan is dat echt wel heel vreselijk. In absolute cijfers, toch lichamelijk geweld met verwondingen het afgelopen jaar, dan praten we over meer dan 5000 kinderen. Seksueel geweld door volwassenen, dan praten we over 8000 kinderen. Drie vormen van verschillend geweld praten over 9800 kinderen, bijna 10.000 kinderen. En vier vormen van geweld, dus alles gebeurt in dat huis, is 3000 zoveel kinderen. Toch? We praten vaak over percentages, maar dan verlies je soms uit het oog, weet je, om hoeveel kinderen het gaat. Ja. En dit is de situatie hoe het was. Ja. Nu moet je inderdaad voorstellen, wat jij net zelf al aanhaalde, nu kunnen die kinderen niet naar school. Toch? Die abuser is ook vaak thuis in het huis, dus je kan nergens naartoe. Precies. Wat wil dat zeggen voor ons als samenleving? Ik denk dat wij met z'n allen nog veel alerter moeten zijn dan normaal. Er was een campagne, ik denk een jaar geleden, Wees een Held en Meld. Ja. Vanuit KJT, de Kinderen- en Jongerentelefoon, ook geïnitieerd. En ik denk dat dat meer dan ooit speelt. Ja. Ja, als je dingen ziet, als je dingen hoort, als je Skinfiri zegt van hey, iets klopt hier niet, deze situatie is niet correct, meld het. Ja? Er zijn door COVID natuurlijk een aantal diensten niet beschikbaar of minder beschikbaar. Maar de KJT is er gewoon. 1, 2, 3 is er gewoon van 8 tot 4. U kunt gratis bellen. Toch, dat geldt voor de kinderen zelf. Je kan bellen voor hulp. Het geldt ook voor ouders. Het geldt eigenlijk voor iedereen. Hun netwerk is ook, draait ietsjes minder, maar de mensen zijn gewoon op hun plek. Dus die hulp kan wel gevonden worden. Wat ik daarnaast natuurlijk ook zie, is dat mensen die misschien normaal gesproken niet zo gewelddadig zijn, want we zijn best nog steeds heel gewelddadig in onze opvoeding. Ja. Er wordt in de opvoeding toch best nog heel veel geweld gebruikt, ook in normale gezinnen. En wat je ziet is dat mensen super gestrest zijn nu. Toch? Voor sommige mensen is het leuk. De mensen die zeggen van, goh, mijn salaris loopt door, dit is eigenlijk een vakantie. Ik heb tijd om brood te bakken met mijn kind en leuke dingen te doen. Dat is één groep. Toch? Er is een andere hele grote groep voor wie deze tijd super stressie is. Want hun werkgever zegt, sorry, no work, no pay. Je krijgt niet betaald. Ze willen wel aan het werk gaan, maar openbaar vervoer rijdt niet. Dus weet je, er is allemaal stress op stress op stress. Dan kan het best wel zo zijn dat je die stress afreageert op een kind. Precies. Toch? Je wil het niet, maar het gebeurt. Ja. En ik denk dat dat dingen zijn om voor jezelf heel alert op te zijn. Sorry. Om jezelf te checken van, hey, weet je, ging ik heel erg tekeer? Was dat nodig? Precies. Je partner ook te checken. Zelf-evaluatie. En voor jezelf te zoeken naar van, hey, wat brengt mij tot rust? Ja. Als ik nu voel van, ik sta op het punt te ontploffen. Ja. Waar word ik rustig van? Voor sommige mensen is het meditatie. Voor sommige mensen is het, ik ga in de tuin inderdaad. Ik ga bomen te lijf met de houwer. En daarna voel ik me weer anders. Maar een ander zegt, ik app met mijn zus. Want ze laat me altijd lachen. Weet je maar, zoek voor jezelf naar dingen waar je een beetje van tot rust komt. En ik zag op Facebook dat de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen, de SVPO, dat die hele leuke filmpjes maken, korte clips, waarin ze eigenlijk tips geven aan ouders. En waarin ze bijvoorbeeld ook uitleggen, kijk, jij bent gestrest en het is voor jou allemaal vreemd. Ja. Maar de kinderen zijn op hun manier ook uit hun doen. Precies. Toch? Ja. Want ineens hoef je niet naar school, ineens zijn papa en mama thuis. En weet je, iedereen is
in een soort ding van een ziekte. En je kan het krijgen en je kan doodgaan. En de mensen van wie je houdt kunnen doodgaan. Dus het is ook goed als ouders erbij stilstaan dat hey, je kind is misschien extra aanhankelijk, extra dwingerig of extra agressief. Maar dat komt ook vanuit hun gevoelens. En hoe zie jij dit allemaal eindigen? Is er een natraject of kijk je nog niet zo ver? Jawel. Ja, zeker wel. En net wat ik eerder zei, wat betreft de positieve dingen, denk ik dat het heel belangrijk is dat we dat voor onszelf vasthouden. Weet je, dat je bedenkt van hey, ontwikkeling is allemaal leuk, toch? Maar als het betekent dat ik eigenlijk normaal hol van de ene baan in de andere en ik ben continu bezig en ik heb geen tijd voor mijn kinderen, terwijl je eigenlijk zo hard werkt voor je kinderen, misschien zitten onze prioriteiten niet helemaal goed. Ja. Dat is één ding. Betreft het geweld tegen kinderen, het geweld dat gewoon moet stoppen, weet je, dat al onacceptabel was, maar waarvan we nu zien hoe ontzettend onacceptabel het is en kinderen kunnen nergens. Ik denk voor nu, wat ik al zei, wij als samenleving kunnen extra alert zijn, melden en waar nodig hulp bieden. Weet je, als er een kind is waar je zorgen over maakt, je kan vaker appen, vaker bellen, vraag dat je het kind even aan de telefoon krijgt, toch even persoonlijk checken van hoe gaat het. Daarnaast denk ik dat Korps Politie Jeugdzaken ook heel alert moet zijn en het feit dat er nu heel veel gepatrouilleerd wordt en dat er avondklok is ook kunnen gebruiken om te letten op dit soort gevallen. Daarnaast denk ik dat we hebben een wet huiselijk geweld waarbij het mogelijk is om de dader niet per se op te laten sluiten, maar wel een huisverbod of een straatverbod te geven. In dit geval denk ik, kijk, kinderen kunnen nu niet opgevangen worden in tehuizen. Precies. Toch? Want die willen geen risico lopen van een coronabesmetting. Ja. Dan wil ik de overheid oproepen, plaats die dader uit huis. Toch? Laat hem een hotelkamer nemen of zo. Ik zeg hem, omdat het in heel veel gevallen de mannelijke dader is. Ik zeg niet dat er geen vrouwelijke daders zijn, maar over het algemeen zijn bewezen mannen. Dus. Ja, dat zijn gewoon de cijfers. Maar laat de kinderen en plaats de dader uit huis. Okay. Na het traject, ik heb gezien dat de overheid het heeft over een noodfonds. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we daarbij heel veel aandacht besteden aan hoe veilig zijn mensen thuis en hoe kunnen we daar verbetering in brengen. Ja. Toch, het kan niet zo zijn dat er geweld thuis plaatsvindt, toch? En dat we als samenleving niet in staat zijn om kinderen veilig en volgens standaarden op te vangen. Er zijn overvallen te huizen in Suriname. Ze krijgen niet op tijd subsidie. Ze hebben te weinig staf. Weet je, het is heel schrijnend. En ik denk, we zien het nu. We worden er nu meer mee geconfronteerd dan ooit. Laten we niet nadat COVID-19 voorbij is overgaan tot de orde van de dag. Ja. Laten we dit als een prioriteit nemen van, laten we dit in orde maken. Oké, ik heb toch een nabrander. Ja. De president is in de fout gegaan. Ja. En hij heeft publiekelijk zijn verontschuldigingen aangeboden. Wat vind je daarvan? Ik vind het goed dat hij zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Dat is terecht, denk ik, als je de hele bevolking vraagt om binnen te blijven en je doet het zelf niet. Ik vond het nog wel een nogal hoog anomiegehaal te hebben, omdat hij het dus heel erg gooide op het waren de jongeren en het was spontaan. En ja, we weten dat natuurlijk niet, maar natuurlijk had je op dat ogenblik nog steeds kunnen zeggen van jongens, we doen dit niet op deze manier. Ja. Toch? We gaan het even anders organiseren, we gaan plek maken dat jij daar kan zitten en ik daar. Op elk moment had je dat nog kunnen corrigeren, dus ik vond dat dan weer een beetje flauw. Ik denk, als je dan je excuses aanbiedt, bied ze dan gewoon aan van ja, ik ben in de fout gegaan, het gaat niet meer gebeuren. Maar het feit dat hij zijn excuses heeft aangeboden vind ik zeer positief. Geweldig. Dankjewel Maggie Smeets. Graag gedaan. En we hebben met Maggie Smeets gesproken. Zij is namelijk iemand die heel erg bezig is met vooral jongeren. En ze heeft gezegd, nu kan ze niet echt werken, maar ze doet iets anders. Ze schrijft vooral veel scripts. En natuurlijk na deze pandemie gaan we veel scripts van. Ik hoop. Veel werken van magazine. Dat was het dan. Ik moet u nog wel bij vermelden. Dat vergeet vooral niet om kalm te blijven. Dat is de key tot alles. En volg de instructies van de overheid. Nou, lettend. Natuurlijk zullen we ze enkele van die basiszaken die je natuurlijk voor ogen moet houden, is: was je handen altijd.
begrip van deskundigen, tenminste 3 keer per dag met zeep. En als je ergens komt, ontsmetten met alcohol, met sanitizer, is altijd een manier om je handen te ontsmetten. Niet in je gezicht gaan voelen de hele dag, weet je, geen handen schudden. En al die, als we dat sociaal contact, sociale afstand een beetje in acht houden, dan denk ik wel dat het heel goed komt. Want we moeten met z'n allen eruit. Want ja, we weten nog niet hoe lang het zal duren. Maar ik denk dat we, als we alles samen doen, Dr. Codrington zei het gisteren, liefde is de key tot alles. Als we rekening houden met ons medemens, dan zullen we wel eruit komen. Dat was het dan voor deze 18e aflevering van ATV COVID-19 Update. Ik wens u een hele fijne en veilige dag verder. Dag.